Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij onze favoriete game, namelijk Metabot, Rakusho en Metabeeversion. En ik ben samen met Jordi van de Subpar Guys. Het is onze favoriete game, toch? Ja, het is goed met je. Er zijn een paar dingen die heel erg mooi zijn, een paar dingen waarvan ik echt nog steeds denk van... Nee. Waarom? Precies. Ja. Ik heb wel een paar parts aangepast van een paar van Metabots, puur om te kijken van, hey, werkt dit wel? Mhm. En voor de rest niet zo heel veel gedaan op dit punt. Ik zit echt om met sommige dingen echt te kijken van, ja, weet je wat? Zolang ik er zometeen maar doorheen kom, vind ik alles prima. Ja, precies. En je loopt echt heel erg in op mij. Dus ik denk dat het niet zo lang duurt voordat we weer op dezelfde punt zijn. Ja, maar kijk, het idee is, ik moet jou inhalen. Dat is het idee van de race. Dat klopt. Dus als ik achterloop is geen probleem, maar uiteindelijk moet ik jou wel weer inhalen. Mhm. Ik weet dat bij Sander dat een beetje een rare twijfel is van hoe een race werkt, maar... Ja. Hoe ik het normaal niet te zien is, ik wil jou inhalen. Ja, maar normaal doen Sander en ik ook geen race. Dat doen we nu ook niet, maar ik heb wel tegen Sander gezegd... Nou, ik zal je een spoilertje geven. Ik heb wel tegen Sander gezegd van, ik ga niet meer op je wachten, dus ik ga gewoon door. En nou, op dit moment is hij bij de derde gym en ik bij de zesde gym. Ik hoop voor je dat deze part iets later uitkomt dan wanneer dat plaatsvindt. Maar kijken naar hoe momenteel alles wordt geüpload. Net tegenaan of net niet? Net tegenaan. Eén moment. Net tegenaan. Ja? Ja, is goed. Tot straks. Hoi. Ja, zal goed kunnen dat dit in dezelfde week geüpload wordt, hoor. Ja, oké. Ja, en dit is waarom ik vaak niet in de middag opneem, want mensen zijn vaak toch dingen aan het doen of visite of wat dan ook. Ja, en ik zat zo van, oh ja, even vragen, is iets? Nee, er is niks. Weet je het heel zeker? Ja, er is niks. Nou, dan roept ze alsnog van, ja, we gaan fietsen. Tot, doei. Nou, doei. Ja, nou ja. Als u met een elektrische fiets gaat die 30 km per uur gaat, ga ik er niet naast fietsen met een normale fiets. Dat snap ik wel. Ik kan het wel, maar ik heb geen zin om deo en andere spul mee te nemen. Nee. Dus zo. Maar dat is ook waarom ik normaliter niet in de middag opneem. Tenzij ik weet dat mensen weggaan. Ja, ik ben wel... Ja, kijk, weet je, ik hoef met niemand rekening te houden. Dus ik doe heel vaak opnemers middags. Tenminste, voor mezelf. Het is voor mij ook gewoon nog even einde van dit jaar en dan kan ik ook gewoon gaan zoeken. Dat zou wel fijn zijn voor je in ieder geval, als het lukt. Ja. Even voordat ik even verder ga... Is jouw kanaal politiek? Want met TSG geef ik geen fuck, maar met jouw kanaal word ik toch even een beetje rekening houden met dingen. Nou weet je, je mag op zich zeggen wat je wil. Ik ben iemand die meestal politieke onderwerpen ontwijkt. Meer omdat ik uit mezelf niet zo snel over zal beginnen. En ik heb nooit echt zin in politieke discussies. Nee, oké. Dit is puur gewoon omdat er gewoon niet wordt bijgebouwd. En de woningen die er momenteel zijn gewoon... worden gedeeld vanwege bepaalde beleidsvoorkeuren die onze politiek graag wil hanteren. Ja, ja. Dus dat. Ja, blijft inderdaad een lastig punt. Ja, en het is gewoon lastig, want er zijn gewoon te weinig huizen. Dat is ook gewoon zo. Ja, en ik kan me altijd herinneren. Ik weet niet meer wel welke stream dat was. Volgens mij was het toen jij eieren aan het hatchen was. Ja, ja. Dan was ik Tyrant. Ik weet precies waar het over gaat. Toen was ik in Isle of Arm. Nee, in Crown Tundra was ik tegen Tyrants aan het aanlopen. Ja, oké. Dat was hem. Want, ik weet waar het over ging. Ja, die discussie hebben jij en ik al een keer gehad. Ik heb ook met Ham een keer gehad. Gewoon van, als jij dingen wilt doen, dan zou je in principe moeten samenwonen. Maar... Niet om het een of het ander, maar met jou kan ik niet samenwonen, met Homo ook niet en met Nando ook niet. Nee. En met jou is het met een hele simpele reden, ik heb niks te zoeken in Brabant. Nee, ja, precies. En Harm wordt ook aan de andere kant van het land natuurlijk. Ja. En Nando's en mijn levensstijl is compleet anders. Dus dat werkt ook niet. Nee. Maar ja, ik moet nog steeds altijd aan het denken van... Ja, nee, want we spelen allemaal Smash. Want dat was het argument wat die kijker gaf. Van, we spelen allemaal Smash, dus we kunnen waarschijnlijk goed met elkaar vinden. Ja. Ja, dat is niet hoe het werkt. Nee. Want
En dat is op zich altijd wel een goeie. Van, jij, Harm en ik zaten wel bij de op vakantie. Samen in een huisje. Ja. En dat kan gewoon prima. Zeker. Maar als je eenmaal in een, ik noem maar even de dagelijkse sleur zit met mensen. Dan kan ik wel tegen jou zeggen van oké, dit zijn afspraken. Ik strijk wel, jij doet de vaat, die dingen. Ja. Maar het gaat toch over tijd irriteren. En wie weet, misschien vind jij iemand. Misschien vind ik iemand. Precies. Ik ga waarschijnlijk niemand vinden. Ik word gewoon iemand die met katten gaat gooien. Zo'n crazy old ding. Die met katten gaat gooien ook nog wel. Ja, gooien nog wel. Ja, kijk. Wat moet je anders doen met die Jehovah-getuigen? We gaan zelf niet, hè? Ja. Dus, niet open doen. Ja, even blijft, afkloppen. Ik heb ze hier nog niet gehad. Maar dan blijft ze aan. Dus ik kan beter een kat gooien. Dat is het gewoon. Van... ik zou het beste willen dat ik bij wijze van spreken een half jaar met jou wel zou kunnen samenwonen. Mm-hmm. Maar je weet toch nooit wat de dingen brengen of hoe die dingen lopen. Nee. Dus ja, want ik heb ook... Daar zijn afspraken gewoon het allerbelangrijkste in. Ja. Ik had laatst bij een sollicitatiegesprek ook een gesprek met iemand die zei van... Ja, waarom heb je nooit op studenten... student of wat dan ook gedaan? Mm-hmm. Nou, ik ben iemand die het graag schoonhoudt. Ja. En ik zal gillend wegrennen bij zo'n studentenhuis. Ja, maar dat herken ik helemaal. Ik zou het gewoon niet kunnen doen. Ook niet... ik zou op een wijze spreken ook niet kunnen flat wonen om één simpele reden. Ik hoor alles. Ja, precies. En waar ik nu woon is het zo rustig dat je bij wijze van spreken... Je kan een... Nou ja, bij wijze van spreken een schroef laten vallen en die hoor ik alsnog. Mhm. En als ik dan bijvoorbeeld in een stad zou gaan wonen waar je letterlijk om de 2 seconden letterlijk alles hoort. Nee. Dan zou ik de hele godganselijke dag met oortjes in moeten lopen. Ja, precies. Ja, nu heb ik bijvoorbeeld waar ik nu woon is het relatief rustig. Je hoort zeg maar geen buitengeluiden. Ik hoor wel de mensen boven me soms, maar het is niet vervelend zeg maar. Ik hoor dan dat bijvoorbeeld 's avonds als ze naar de wc gaan of zo. Dat hoor ik. Ja. Overdag hoor ik zelden iets, behalve als ik een muziek aan heb en dat is dan maar heel even, zeg maar. Dus ik heb me nergens aan te storen, gelukkig. Nee, klopt. En dat scheelt dan wel een heleboel als je daar zit, maar ja. Ik zou bijvoorbeeld ook niet kunnen wonen in Hilversum, waar Harm nu aan het kijken is voor woningen. Had hij nou niet al iets, of niet? Wat ik ervan mee heb gekregen, had hij eerst gekeken in Almere. Niks. En het tweede heb ik niks meer van gehoord, maar volgens mij was het positief. Ik hoop hem vanavond nog te spreken, maar hij is ook op vakantie. Hè? Dus ik weet ook niet of hij vandaag terugkwam of gisteren. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben zelf iemand die, als ik op vakantie ren, dat ik zaterdag terug ben in plaats van zondag. Meestal wel, tenminste ik hem meestal ook wel, ja. Dan heb je gewoon zaterdag, want gisteren vertrokken wij om 6:15. En uiteindelijk waren we thuis om 2:15. Oké. Okay. Nou, kan je de hele was draaien, kan je alles doen. En heb je de hele zondag nog mooi voor jezelf. Ja, dat vind ik altijd wel belangrijk na een vakantie, hoor. Dus dat is wel handig. Ik ben ook wel tot de zaterdag weg, maar die zondag daarna ben ik ook weer weg, zeg maar. Dus dan ben ik, ga ik naar de voetbal toe. Dus vandaar dat ik die zondag ook niet kan, maar vanaf dan gewoon wel. Ja, maar dat vind ik gewoon over het algemeen fijn. Het is wel zo van, oké, jongens, wat ga ik vandaag doen? Oh ja, Ene Milan wil mij vandaag contacteren voor een of andere rare serie. Iets met bots, met medailles. Ja. Ja, als je niet kan, dan kan je niet, hè? Nee, het ook. Precies. Dat is wat ik met Sander ook altijd heb. Van ja, als je niet kan, dan kan je niet. Het is fijn als... Ik heb maar één periode, want toen zat hij natuurlijk heel erg aan het einde van zijn schooljaar, zeg maar. Dat ik even een periode had gedaan, nou doe ik even een serie tussendoor. Ja. Maar verder heb ik eigenlijk daar nooit problemen mee. Nee, klopt. Maar ja, dat is gewoon wat ik fijn vind. En dan kan je ook gewoon rustig de dingen doen. Want ik haat het eerlijk gezegd om zondagavond thuis te komen en maandagochtend moet je meteen weer beginnen. Ja, dat zou ik ook echt niet oké vinden. Kijk, en ik heb nog één groot voordeel. Ik heb nog thuiswerken, dus ik kan bij wijze van spreken ook gewoon zeggen, fuck it. Jongens, ik doe net alsof ik oplet en ik zit het Xenoblade te spelen. Ja, oké, maar dan hoef ik niet terug te komen van vakantie, doe ik over het algemeen al. Ja. En alsnog is mijn productiviteit het hoogst van het team. Heel raar. Dus
Ik probeerde gisteren trouwens Hogwarts Legacy te pre-orderen, maar het gaat nog niet. Ik ga voor de Deluxe Edition, niet de Collector's Edition, want die is veel te duur voor wat je krijgt. Hoe duur? €300 of zo. Jezus Christus. Ja. Maar wat krijg je er dan voor? Ja, een of andere gaar iets om neer te zetten, zeg maar. Een soort prop. En dat is het. J.K. Rowling komt niet langs om je even af te zuigen. Dat lijkt me enige reden om €300 voor te betalen. Nee, toevallig niet. Nee, jammer dan weer. Ja, dan is het geen €300 waard. Maar dat vind ik met heel veel games. Tenzij je echt waar voor je geld krijgt. Zou ik nooit €300 neerleggen voor een game. Nee. Ik ook niet. Ik ga wel voor de deluxe version, want dan heb je gewoon 3 dagen dat je eerder kan spelen. Of meer zelfs. Ja, oké. Okay, maar zelfs... Jawel, 3 dagen. 3 dagen. Zelfs dat je eerdere dagen hebt dat je het kan spelen, vind ik zo van, ja... Ja, ik ben wel te hyped voor die game dat ik daar wel... En je krijgt ook mounts en zo. Dus je krijgt wel meer dingen voor die deluxe version. Ja, okay. Dus ik ga wel voor de deluxe, maar niet voor die collectors. Dat vind ik te veel van het goede. Ja, fair. Nee, voor de rest... kan ik me niet bedenken wat voor collectors edition. Volgens mij had Xenoblade Chronicles Definitive Edition had eentje. Dan krijg je een LP voor met alle muziek erop. Okay. Maar jij hebt dan even een LP-machine bij je. Mm-hmm. Of een platenspeler. Precies. Dat moet je maar net hebben. Maar wanneer was je van plan om te vertellen dat jij een hamster had? Heb ik volgens mij al heel snel genoemd, hoor. Ja, Volgens mij heb ik gezegd dat toen we op vakantie waren, dat ik na mijn vakantie een hamster ging halen. Ja, klopt, ja. Maar ik had ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Want ik had die dag nadat ik terug was, dat ik dat gedaan. Oh ja, het is zo stil. Ik kon geen geluid meer van Jordi, ik kon geen geluid meer van ham. Laat ik een hamster halen. Ja. Beetje rare associatie. Ik hoorde het in de video. Funhouse, ik haat het Funhouse. Maar een Funhouse is fun, toch? Nee. Maar in deze game niet. Het heet de Funhouse. Ik haat deze game. Waarom spelen we hem dan nog? Dat was jij, hè, die deze game haat. Ja, wij hadden een gedeelde haat aan deze game. Dat klopt. Oh god, you make it. Ja. Yeah. Toch even, heb ik nog steeds, maar ik zit ook zo in van, weet je wat? Ik wil ook nu kijken waar deze train wreck zo meteen eindigt. Oh, wat moet ik... Wat fuck? Een minigame? Een mini ga mee. Oké. Okay. Ja, wat moet je doen in die mini ga mee? Rennen, blijkbaar. Maar dan is er geen mini ga mee. Alleen maar rennen is geen mini ga mee. Ah, Pokepummel is ook een mini ga mee. En ik moet nu een soort Pokepummel doen. Oh, dus daarom is wel hard aan het hijgen. Ja. Dit schiet zo mooi op. Gewoon. Er gebeurt letterlijk geen klote in deze. Dit is ook helemaal niet goed voor de commentary dat ik dit gezien. Nee, maar het is gelukt. Ik ben helemaal kapot. Kapaar, zoals Sander dat zou zeggen. Oké. Nou, dan is dat klaar. Maybe. Nou, ik heb ook weer een nieuwe vaardigheid gezien waar ik in één keer aan heb. Oké. Okay. Koji heeft een paar planten als bijvoorbeeld. Ja. Die kunnen als metafoors jou op de kop draaien. Dus wat? Dat je gewoon alsof het je uitgeleid over een bananenschil. Mm-hmm. Okay. Maar als je dan al begint met lopen, vergeet je die actie. Dus je hebt gewoon een ding gemist. Heftig. Ik moet trouwens weer rennen, dus dan weet je dat ik even niet reageer zo. Ja, prima. Die is ook zo gewoon niet over nagedacht. Dat je
Kijk, weet je, dit is op zich best een leuke minigame, hè? Als je dit gewoon één keer in de zoveel tijd een keer moet doen. Maar nu gaan ze deze leuke minigame die ze bedacht hebben constant achter elkaar doen in plaats van wat je het een paar keer in de game doet, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Oprecht vind ik het best leuk bedacht, hoor. Alleen niet als je dit, nu zo meteen 4 of 5 keer achter elkaar moet doen. Mm-hmm. Nou, ik ben ondertussen met Koji bezig en Koji is letterlijk me bijna aan het uitmorden hier. Daar houden we niet van. Nee, want hij heeft ook letterlijk niks over. Het is... Ik ga deze waarschijnlijk zo meteen verliezen. Ik heb letterlijk Koji alles kapot behalve zijn hoofd. Oké. Maar ja, omdat het niet gezien wordt als een goede hit, wordt er waarschijnlijk ook niet meegetikt als... Ja, sorry, maar ja, je... Ook al sta je voor een aantal parts hebben verslagen, ja, je bent 1 metabot kwijt. Dat zou heel goor zijn als dat zo is. Ja, maar het is ook zo. Zet. Well, yo, deze gast heeft een metabot die lijkt op Hisuian Decidueye. Hisuian Decidueye nog wel? Ja. Yeah. Kom op, kill tenminste 1 metabot van hem. Time's up, ja. Ja, Koji heeft gewonnen. Fucking Koji. Fucking Koji. Oeh, dit wordt een hele moeilijke battle, heb ik al gezien. Nou, fuck it. We gaan gewoon de ouderwetse manier weer doen van fuck it, met een force charge en gewoon op die manier aanbraken. Het valt altijd te proberen. Nou ja, ik heb niks anders wat ik momenteel kan doen. Want in principe heb ik nu alle beste parts wat ik kan maken, heb ik nu. Oké. Okay. Oh, ik heb geluk. Okay. Dan denk je van, oh, dat... Dus je hebt nu een heel stek iets. Nee, ik heb dat één ding aangepast en dat is het. Want voor de rest is er niks. Voor de rest is het allemaal bagger. Ik zou het willen ontkennen, maar nee, het is voor de rest echt allemaal bagger, ja. Ik had dat proberen te ontkennen. Nee. Want dat is op zich het grootste probleem. Je zit echt te kijken van, ja, oké, kan ik hier wat mee? Nee, oké. Maar ik ben ook een beetje aan het nadenken van, oké, wat kan ik... Bij wijze van spreken nog doen? Moet ik nog iets farmen of kan ik nog iets anders doen? Echt, nee. Ja, nee. Want ik heb nu een metapart kunnen krijgen die burn damage doet. Ja. Maar denk je dat zij wat burn damage krijgen? Nee. Doe ik niet. Puur gok hoor, maar ik denk het niet. Nee. Dus het is gewoon van, ja oké, mooi, ze hebben burn damage, maar het doet geen klote. Ja, van waarom doe ik dan burn damage? Yeah. Dus ja, dus maar ook gewoon rustig maar even kijken van ja, wat doet de meeste damage en wat kan ik het beste doen. Ja. Want het enige mooie is, ik heb dingen met hoge evasion at the moment, dus... Echt jongen, dit is zo'n bullshit wat er weer gebeurt. Milan, heb je opgelet waar we de laatste 20 parts aan het spelen zijn? Ja, oké, never mind. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar... De tekenen waren al aan de muur. Ja, dat is waar. Want ik ben ook gewoon geschoten. Ja, ik ben ook gewoon maar aan het kijken van ja, oké, kan ik iets doen? Wat kan ik hier aan doen? Nope. En de damage output is ook gewoon zo laag dat je ook gewoon geen dingen kan one-shotten. Yep. Want mijn hamer is bijna level 60. Wat? Ja, ik gebruik de hamer aardig vaak, want voor de rest doe ik niet zo heel veel met die dingen. Alsnog kan ik geen dingen one-shotten ermee. Dat is erg raar, maar ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Maar dat is het hele probleem van deze game. Ja. Ook dat we nog steeds niet weten hoe fucking chain reactions werken. Nee. Ik denk dat het echt gewoon luck is. Ja. Denk ik eerlijk gezegd ondertussen nu ook. Ja, kom op, maak die coachje kapot, want ik wil wel een beetje in de buurt komen. Kom op. Ja. Kwop, zijn hoofd. Het was niet zijn hoofd.
Naast zijn benen en heeft alsnog zijn benen niet kapot kunnen maken. Nee, van, hij had 27 HP, 20 vanaf. Nee, niet meer. Dus ja, ik sta erbij, als jij een hekel hebt aan je neefjes en nichtjes en ze hebben nog een GBA, geef ze deze game. Ja. Zou ik nooit iemand aan durven doen. Ze zullen nooit meer op visite komen. Ja, die Milan is toch zo'n rare. Die geeft kleine Timmy geeft die een Metabots game. Mm. En hij heeft er al 20 uur in zitten en is nog steeds niet voorbij de eerste dungeon. Dat klinkt bekend. Ja, inderdaad. Ja, zo ongelooflijk raar. Ik kan nog geen 20 damage doen. Mm-hmm. Maar die War Bandit van Koji doet 40 damage. Huppakee. Ja, het is niet echt eerlijk. Nou ja, het is een beetje raar. Ook het feit dat ik burn damage... Oh, nu triggert de burn damage. Oh ja. Doet het ook veel damage of valt dat vies tegen? Het is 10. En als het maar gewoon vaak triggert, vind ik het niet erg. Ja. Dus, zoals ik zeg, ik vind het niet erg, maar ja, het doet niet zoveel, joh. What the fuck is dit nou weer voor een gare aanval? Oké. Kom op. Dit is die Metaforce met die doodskop, is dat die jij bedoelde? Dat is wat voor rare doodskop is die naartoe komt gevlogen. Ja. Ja. Die is inderdaad al heftig. Leuke move is het, hè? Ja, kijk, weet je, zolang het niet op mijn sterkste metabot gebeurt, is het niet zo erg, maar... Hij heeft ook een support die hem elke keer snel maakt. Dat is fucking irritant. Kom op. Ah, shit, hij had nog een wapen over. Oké, kom op. Heb ik nog flames? Ja. Ik heb nog mooie vlammen. Flammy! Nou, kunnen we coachje misschien nog net afmaken voor het einde van deze part. Ja. Yeah. Dat is... Dat blijf ik zo raar vinden, waarvan we zijn... Meer dan 20 minuten bezig. Dit is pas net mijn derde fight. Mm-hmm. Dit is mijn tweede fight pas. Ja, oké. Okay, maar jij hebt... Moeten rennen. Jij hebt wat hijgoefeningen gedaan. Ja, en ik moet resetten. Oh. Damn it. Ik ben niet van de reset. Alleen Jordi is van de reset. Wait. Ga je me nou vertellen dat hij die vaardigheid heeft... Kut, ik heb niet gereced voor de niet gesaved voor de tweede race. Oké. Okay, dit had ik niet verwacht te zeggen. Maar Koji heeft nou iets gedaan waar ik bijna zou zeggen van Milan, stop maar met deze serie, want dit is onzin. Ja? Wat doet hij dan? Hij charges zijn metaphors. Ja. En de ability die hij deed was full body repair. Wat? Dus ik ga, als ik op hem kan focussen, wil ik even kijken naar zijn health. Als hij alles, full health is, dan ga je met dingen gooien, zeg maar. Ja, dan ga ik echt met dingen gooien, want dat is gewoon niet eerlijk. Ah, deze game. Want kijk, ik vind, als je dat als vaardigheid hebt, vind ik prima. Mm-hmm. Maar dan praten we over endgame. Volgens mij zijn we nou net op een vijfde of een kwart van de game. Ja. Yeah. En dat is niet endgame. Dan moet je nagaan hoe endgame eruit ziet. Nou ja, endgame kunnen ze gewoon one-shotten. Mm-hmm. Dan hebben ze gewoon een aanval die heet destroy. En dan destroyt hij gewoon wat hij raakt, zeg maar. Ja, nou, voor de rest kan deze niks. Ja, ik heb ook nog maar één seconde over, maar...
Ik kan niet zien of hij zijn volledige HP terug heeft gehad. Maar ik had wel alles van hem kapot. Ik had de been kapot, de rechterarm had ik kapot. En ja, die heeft hij allemaal weer terug. Oh. Maar ik wil dus weten... Of alles voor elf is. Ja, maar waarschijnlijk kom ik daar niet achter, want de teller staat nu op nul. Ja. Ja, time is up. Ja, de winnaar is Koji, omdat hij zijn fucking dingen kan laten repareren. Leuk. Maar ik kom hier nog op terug. Ja. Maar als hij zijn ding volledig kan healen, dan zit ik er zo in van... Ja, oké, maar dan moet ik of compleet alles weer op de kop gooien. Mm-hmm. Om het te doen, of dan zeg ik zo van... Ja, Milan was hartstikke gezellig, maar ja. Tegen full body repair kan ik niet op. Dan moeten we inderdaad maar even in de gaten houden. Want als dat zo is, dan snap ik wel dat je daar niet meer op zit te wachten. Ja. Hou er rekening mee. Mm-hmm. Ik heb ook al twee parts bij zo'n ghost gezeten. Die letterlijk iedere keer een Roku Shibone hadden. Dus ja. De Kushaboner, yeah. Maar ja, ik heb ook ooit tegen je gezegd van... Ik vind het totaal niet erg als ik tegen bullshit moet, maar... Mm-hmm. Dan wil ik ook dat ik bullshit kan doen. Precies. Maar dat kan ik niet. Nope. Want ook al zouden wij bij wijze van spreken kunnen focussen op één metabot... Dan zou deze fight al zoveel makkelijker maken. Yep. Maar ja, voor de rest doen ze niet zo heel veel. Dus ik laat hem nog even doorlopen, maar ik kom hier nog op terug. Kijk, als ik hem nu haal, mooi, dan zeg ik er niks meer van. Dan gaan we gewoon dom door. Mm-hmm. En anders moeten we er misschien toch maar conclusies gaan trekken. Dat deze game zuigt. Nou, die conclusie die hebben we al getrokken. Dat de Rakushu-versie gigantisch zuigt. Dat ook. Want je zou toch gewoon denken van... Ja, we hebben twee versies. Ja, we maken een andere 10 keer zo moeilijk. Dit is echt gewoon, what the fuck. Oké. Okay. Ja, zet hem goed. Charge maar op. Charge maar op. Zet hem prima. Ga maar gerust door. Het enige wat ik wil weten is, ben ik genaaid? Dat is mijn enige vraag. Ja. Dat is mijn enige vraag en dat is ook het enige waar ik antwoord op wil hebben. Ik ga voor ja. Ja, nou, ik hoop echt dat dat ding gewoon zo is van... Nee, leek maar zo, Krijgt alles 1 HP, dat zou eerlijk zijn. Ja, geef mij maar die vaardigheid dat ik gewoon... Als ik een van mijn parts opoffer, dat ik 2 parts van de enemy kan neerhalen. Ja. Dat zou ik een prima ding vinden hoor, want dan bouw ik gewoon mijn... Met een bot op zo'n manier dat hij nooit geraakt kan worden. Dat ik gewoon 2 knights heb en eentje die alles opoffert. Nou, huppakee. Yep. Daar zou ik totaal geen moeite mee hebben, eerlijk gezegd. Nou. Kom op, one shot nou gewoon even Koji. Dan kunnen we door. Nee, letterlijk alles op 1 HP overleeft het. 1 HP overleeft het. Ja, zijn linker en rechterarm op 1 HP. 1 op 20 en zijn hoofd volgens mij ook op 20 of zo. Hmm. Dus ja, als ik een keer kan mikken op zijn kop, dan... Zou dat mooi zijn. Zou dat inderdaad zeer een plezante verandering zijn, ja. Yep. Kom op. Zo. Ja, doe maar weer een aanval op de kat. De kat vind ik niet erg. De kat mag wel kapot, maar... De kat mag helemaal niet kapot. Gewoon afblijven van je bot. Nou ja, zolang ik mijn armen hou, vind ik het prima hoor. Want die armen kunnen healen, dus... Ja, oké. Okay. Oké, wat hebben we? Oké, charge. Oké. Nou, doen we weer een charge. Helemaal prima. Blijf maar chargen. Blijf maar chargen. Vind ik totaal niet erg. Doe maar lekker.
Het enige wat ik wil aan het einde van de rit is dat coach je gewoon neergaat. En de rest maakt me niet zo heel veel uit. Nou, daar gaat één arm. Nou, metaphors. Nou. Het mooiste vind ik ook nog van... Ja, je hebt 20 seconden. Dan zou je denken van... Oké, ik kan een paar metaphors doen. Ja, twee en dat is het. Dat komt omdat het opladen zo lang duurt. Ja. Inderdaad. Nou, hoppakee, kom op. Ja, doe maar sidebolt. Rifle, kabooming. Want jij zit ook nog steeds op maar 3 tin pads? Ja. Je zou toch denken dat als je een tournament hebt gehaald, dat je mooie prijzen krijgt, maar... Ja, ik heb ook nog steeds geen vrouwelijke tin pad. Ja, oké, dan geef ik hier de hamer. Daar is de mail tin pad. Succes. Oké, dat is niks. Ja, nou even kijken of ik nog iets kan halen in de laatste paar seconden. Dat kan jij. Nou ja, kijk, dat kan ik. De vraag is, kan de game dat ook? Ja, dat is een goede vraag. Dat is het toverwoord wat hierin zit. Tuuk. Het is letterlijk een skelet. En alsnog kan hij mijn ding ontwijken. Ja. Dat vind ik nog het irritantste. Dat het gewoon ook random is of iets ontwijkt of niet. Ja. Maar dat is toch het... Dat denken van, oké, ik heb de benen kapot. Zijn evasion is dus nul. Precies. Nee, zijn evasion kan ze nog denken... Ah, verdomme. Dan heb je nog iets aan als je die benen kapot maakt. Want mijn gevoel is van, ja, die benen zijn echt alleen maar defense waar wat gewoon in de weg zit, zeg maar. Ja, nee, ik geleef eruit over zo'n bananenschil. Dus alle moves die ik heb gebruikt zijn weer gereset. Dus mag opnieuw weer de dingen selecteren. Dus ben weer 2 seconden kwijt. Leuk. Nou, kom op. Ja... Please, laat mij nou gewoon zo'n ding doen. En laat hem niet fucking full body repair doen. Mooi. Dus hij heeft aardig wat metaphors nodig om dat te doen. Dus gewoon blijft toch altijd gewoon 80 die hij nodig hebben, metaphors punten. Blijkbaar. Kom op. Hoofd, hoofd, hoofd. Schouders, knieën en teen. Nee, het is de arm geweest waar letterlijk nog 1 HP op zat. Dus in theorie had je erop kunnen ademen en dat ding ging al kapot. Ja. Kop, hoofd, hoofd, hoofd. Chain reaction naar hoofd. Ik ben klaar met Koji. Nice. Ruk fight. Ik zit nog midden in een fight. En natuurlijk krijg ik niet het ding van Koji. Had je van die bovenste, zeg maar, van zijn main, zeg maar, willen hebben? Nou ja, het is handig om te hebben. Mm-hmm. Want ik wil graag wel zo'n full body repair hebben, geen probleem. Ja, maar het ligt toch niet aan de metal welke metaphors je doet? Ik heb geen idee. Volgens mij is dat metal gebonden. Ik zit even te twijfelen of ik deze fight afmaak of dat ik in de volgende aflevering verder ga met deze fight. Want het is geen belangrijke fight of zo. Ik zou zeggen, jij mag het zelf bepalen. Oké, dan beëindig ik deze aflevering. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. En dan gaan we de volgende aflevering gaan we kijken of we weer genaaid worden. Bedankt voor het kijken, doei!